Zo, dan gaan we nu eens even het ochtendritueel doen. Dodi zit hier achter deze deur. En ik maak dan altijd eventjes het ochtendritueel. Of tenminste, ik maak altijd het ontbijt even klaar. Let op, komt ie. Kijk eens wie we daar hebben. Ja. Goedemorgen. Kan je timen, hè? Goed. Een kleine hondje is er ook al. En mijn kleine hondje is er ook al. En verse koffie. En lekker verse drinken. Super! Hartkleppen koffie. En de dag kan weer beginnen. En zo doen we dat. Na dat geweldige ontbijt. Nou, chapeau, Rick. Dankjewel. Gaan we aan de wandel. We gaan vertrekken. Het is nog steeds niet heel erg druk geworden op de camperplaats. Dus lekker. Lekker ruim. Goeie vakken. Bedankt voor de vele informatie die ik daarover heb gekregen. Ik had het niet begrepen. Maar het is inderdaad heerlijk ruim geworden. Goed. We gaan naar de rederij Doeksen. En we gaan ons arrangementje verzilveren. Ja. Nou, jullie zullen het zien dan. Dankje. Hallo. Here we go. Stip ook zo'n kapje op. Nee. Beetje afstand houden. Ja, nee, 1,5 meter. Ja, leuk. Kijk eens, Do, wat dacht je hiervan? Een hondentafel. Ja. Gereserveerd. Medische indicatie. Oh, dat is pech. Dan moeten we hier gaan zitten. Mooi bootje hoor. Overal die schermen. Ja. Ja, apart hè. Tip voor Rick. Er zitten hier stopcontacten in de stoelen. Even mijn telefoontje opladen. Kijk. Ja. Met hem? Hey. Handen. Wat wordt de plan de campagne van vandaag? Want dood is van de kaart, hè? Dat weten jullie. Hier staat boter. Bij Westerschelling. Ja. Zie je dat? Ja, ja. En dan gaan we met de bus. Gaan ja. Zo naar dit station. Dat is het laatste busstation van de lijn. Ja. En dan willen we hier in het natuurgebied, wat nog net kan, tot 15 maart. Oh ja, tot 15 maart. Dat zal met het broedseizoen of zo te maken hebben. Ja, daarna mag je er tot 15 augustus niet in. Oké. Dus dan willen we net hier nog een wandelingetje maken. En dan of stukjes lopend terug naar busstations of stukjes met de bus weer terug. We zien wel. Best koud jongens op het water. Oh, er staat een behoorlijk windje. Ah, je ziet aan die, zag je net aan die zeilboot. En het is fris, dus ik ga weer vlug naar binnen. Nou, lijntje 1. En dan gaan we naar de oostkant. Volgende etappe, de bus. Ja, Dootje. We gaan beginnen bij de Bosplaat. Ja, we gaan starten met de wandeling. Eens even kijken hoe we moeten lopen. Heb jij de kaart bij je? Nee, pak even mijn telefoon mee. Alright. We hebben nog een gedichtje van Janneke de Vries op het bankje van de bushalte. Hij heeft alweer gestopt. De laatste halte voor Ameland. Het is niet het einde. Het is een begin van kwelder wat ten strand. Eens even hoe mooi Terschelling is, jongens. Kijk eens het wat. Ja. We gaan toch stiekem even een kars doen dadelijk. En daar schijnen we recht op af te lopen. Maar hij was wel moeilijk of zo dan? Het terrein was redelijk moeilijk, stond er. En spannend. Het terrein moeilijk en ook iets moeilijk. Even spannend. Hallo, kom je even mijn camera opeten? Doodje, doe eens eventjes. Hé. Hey. Ja. Jij bent ook een grote jongen, zeg. Oh, hallo. Kleintje. Je hebt ook een mooie vacht, maar je hebt een hele bijzondere vacht. Een mooie vacht. Lekker lunchen, jongens. In de natuur. Wel een stekel in mijn sok.
Kijk eens jongens, de Noordzee. Staan we op een bunker? Ja. Wat een uitzicht. En de Waddenzee. Prachtig. Nou, we zijn het eiland overgestoken. Ja, het is toch nog wel verder dan je denkt. Ja. Om het wandelen te doen. Wat een strand zo breed, jongens. Moet je eens kijken. En, volgens mij was dat op dat andere eiland ook. De lokalen kunnen hier gewoon met een autootje rijden. Ja. Daar gaat er eentje. We hebben die vergunning. Ja, dat zou ik ook wel willen. Kennen jullie hem nog, jongens? Sil de Strandjutter? Heette nou toch ook weer die dochter van Sil de Strandjutter? Die werd gespeeld door Monique van de Ven. Iedere jongen was daar eigenlijk wel verliefd op, volgens mij. Ik weet niet meer hoe zij heette in de serie. Nou, nah, zet het er maar eens even onder, jongens. Een Friese naam, volgens mij. Was een leuke meid, was dat. Zo, eindhalte van onze wandeling. Oostersund. En Do zei, was het maar waar. Hij heeft kartochten, Friese rijpaarden, watlopen. De hele rattenplan. Kijk eens even. Oh, mooi. Zo, jullie zijn mooi. Jullie zijn mooi. Oh. Kijk eens even. Je hebt net gelopen zeker. Je ziet het, ze zijn bezweet. Ja. Ooit wel eens paard gereden op of in de Belgische Ardennen. Ja, in de Ardennen, ja. En... Nou, dat doe ik maar één keer. Dat is wel grappig. Dus ik had nog nooit paard gereden. En eigenlijk dat ze dat durfden met zo'n groep beginners, hè, want ja. Een heleboel hadden nog nooit gereden, gingen ze gewoon hup de bos in. Ja, nou, dat was echt een paard die ging alle kanten op, behalve de kant die ik op wilde. Ja, steeds grazen. Ja, het was hopeloos, maar goed. Misschien doe ik het nog wel een keertje hoor, maar nu even niet. De winkelstraat van Westerschelling. Ja, mooi hè? Ja. En? Is dat de Brandaris dan? Ja. Als je op de Schelling bent, moet je natuurlijk wel een beetje snoepen, hè? Beetje vis, hè? Kijk nou, wat leuk. Ja, leuk bakje. Oeh, kibbelingetje. Ja, inktvisringetjes. Dat wordt smikkelen. Nou jongens, de terugweg is weer begonnen. Het was even hurry up kibbelingetje opeten. Ja, dat, we zagen al die mensen opeens gaan lopen naar de boot. Ja, we nerveus van. We de PNV van. Ja, die andere was toch wel iets relaxed, ja. Ja, maar deze is sneller. Ja. Nu zijn we met 50 minuten aan de overkant en die andere bijna 2 uur. En het is zowaar, wat drukker geworden. Zo zie je maar weer. Je moet altijd op tijd in Harlingen zijn. Want het staat vol voordat je het weet. Het was een pittig dagje, jongens. Kort maar krachtig. Dat hele... Wat is deze naam? Terschelling. Het was vanmorgen vroeg op. Alhoewel, een boot van 10 uur hadden we. Vonden we vroeg zat. We moesten wel gelijk weer die bussen van 12 uur hebben. We kwamen 1 minuut voor 12 aan. Wat? Gelijk in de bus van 12 uur. Ja, meteen naar het meest oostelijke busstation van het eiland. Wierschuur. Bierschuur, ja. Dat is wel leuk. Ja. Dat is wel een mooi punt om daar te starten met je wandeling. Klein half uurtje in de bus, was het. Ja. Best wel een flinke tip nog gedaan. Van, wat was het? 12 kilometer of zo. Nou, dan dachten we, we hebben nog zeker een uurtje in Westerschelling, het plaatsje. Ja. Maar dat viel ook een beetje tegen. Dat was, het was pas wel een uurtje, maar dat ging sneller dan we zelf verwachten. Ja, we gingen een kibbelingetje halen. En toen zagen we opeens mensen en masse naar die boot gaan, dachten we, oh. Opschieten. En voordat we het wisten zaten we in die speedboot weer terug naar Harlingen toe. Ja. Dus het was een drukke dag vandaag. Hij is omgevlogen.